Mijn eerste baantje was wiskunde bijles geven en wat modellenwerk tijdens mijn studie. Dat waren geen vaste banen, dat was flexwerk bij uitstek. Arbeid is in Nederland erg duur geworden. Zo duur dat het zichzelf bijna de markt uitprijst. Nou, mijn eerste echte baan was pannenkoekenbakker op de Zaanse Schans in een groot restaurant. Dus ook afwassen, moest ook de boel opruimen, maar het leukste was pannenkoekenbakker daar. In elk geval zoals we de structuur op dit moment hebben in Nederland, in de arbeidsverhoudingen, kan het niet langer. Mijn eerste bijbaan was op een bloemenveiling en daar werkte ik als uitzendkracht en mocht ik de karren aanduwen met de bloemen en de planten tot de veilingklok. De arbeidsmarkt is zeker nog niet hersteld. De economische groei is dusdanig beperkt dat we nog niet zien dat het op de arbeidsmarkt voor mensen makkelijker wordt. Als ik vanuit macro-economisch perspectief naar de Nederlandse arbeidsmarkt kijk, dan maak ik me met name zorgen over het feit dat onze arbeidsmarkt in toenemende mate flexibiliseert, iets wat onafwendbaar is, maar tegelijkertijd onze instituties blijven zoals ze zijn. En dat zet het geheel onder spanning. Ik noem een voorbeeld. Arbeid is in Nederland erg duur geworden. Zo duur dat het zichzelf bijna de markt uitprijst. Dat komt omdat werkgevers allerhande belastingen en sociale lasten moeten betalen. En kijk even op minimumniveau, daar zie je dat je al heel snel 20 euro per uur kwijt bent als werkgever. Terwijl dat voor iemand op minimumloonniveau misschien hartstikke moeilijk is om in termen van arbeidsproductiviteit terug te verdienen. En zo creëren we aan de onderkant onze eigen werkloosheid. Ik maak me zorgen omdat deze overheid die we nu hebben, de huidige regering, toch een klein beetje de oorlog heeft verklaard aan een flexibele arbeidsmarkt. Samen met de vakbonden en het sociaal akkoord hebben ze de boel weer flink teruggedraaid, flink dichtgezet. En ik denk dat dat tot slachtoffers leidt van mensen die gewoon met de goede zin aan het ondernemen zijn, aan het flexwerken zijn en nu plotseling een soort beroepsverbod krijgen. De eerste zorg rond de arbeidsmarkt ligt toch met name nog steeds in het herstel. De arbeidsmarkt is zeker nog niet hersteld. De economische groei is dusdanig beperkt dat we nog niet zien dat het op de arbeidsmarkt voor mensen makkelijker wordt. Dat kan tijdelijk zijn, dat hopen we ook, maar we kunnen nog niet inschatten hoe lang dat gaat duren. En de eerste paar jaar kan je nog geen wonderen verwachten en is het herstel van de arbeidsmarkt toch redelijk beperkt waarschijnlijk. Ja, in elk geval zoals we de structuur op dit moment hebben in Nederland, in de arbeidsverhoudingen, kan het niet langer. We hebben nu een situatie waarbij er een deel van de Nederlanders gedwongen wordt om heel flexibel te zijn, zodat een ander deel van de Nederlanders, vaak mensen die goed voor zichzelf kunnen opkomen, het recht hebben op een vaste baan en uiteindelijk ontslagbescherming en eventueel een afvloeingsregeling en een vroeg pensioen. Nou, dat is niet eerlijk en daar zouden we wat aan moeten doen. We zullen op een gegeven moment stoppen met praten over flexbanen, omdat we er nu zo over praten omdat het een afwijking is van een bepaalde standaard, van vast. Maar die standaard die is aan het afnemen. Zoals we ook natuurlijk niet meer praten over beeldschermwerk, want iedereen werkt met een beeldscherm. Hè, dus die aanduiding beeldschermwerk is eigenlijk ook niet meer nodig en wordt ook niet meer gebruikt bijna. Een leven lang leren is ontzettend belangrijk, maar het werkt nu niet. Hoe gaan we zorgen dat het wel werkt? Dat is, wat mij betreft, door het contract voor onbepaalde tijd af te schaffen. Dat betekent dat u en ik een contract voor maximaal 5 of 10 jaar hebben. En dat wij dus vanaf dag 1 dat we in die baan zitten al de prikkel hebben om te denken, wij moeten onze vaardigheden, onze productiviteit op peil houden. En tegelijkertijd onze werkgever zal denken, dat is een goede vrouw, dat is een goede kracht, daar wil ik in investeren. Ik wil niet dat die na 5 jaar wegloopt. Dus zo krijg je de prikkels dan op scherp. Ik denk dat je een hele rigoureuze oplossing moet kiezen. Dat je echt het hele arbeidsrecht en de sociale zekerheid terug moet brengen naar de tekentafel. Opnieuw moet beginnen met nadenken van wie willen we eigenlijk beschermen. In Nederland beschermen we nu mensen die heel goed voor zichzelf kunnen opkomen. Die kunnen die bescherming eisen bij de baas en bij de wetgever. Terwijl een andere groep aan de onderkant dat niet kan. Ja, je moet dat omdraaien. Je moet zorgen dat kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt beschermd worden. Misschien wel door niet meer flexibele arbeid te hoeven leveren. Door dat misschien te doen via intermediairs, via allerlei moderne vormen op de arbeidsmarkt die mensen in dienst nemen. En dan daarboven, mensen die wel goed voor zichzelf op kunnen komen, die goed veel verdienen, en die mogen dan die flexibiliteit gaan leveren. Structureren van arbeidsverhoudingen is natuurlijk met name een rol van werkgevers, opdrachtgevers aan de ene kant en werknemers en
werkende aan de andere kant. En dat kan natuurlijk nog steeds ook door de organisaties die deze groepen vertegenwoordigen. Dus dan hebben we het over de sociale partners. Ja, en de wetgeving die kan daar een kader voor bieden. Hè, maar het zijn toch met name de werkenden en de werkgevers die dat moeten regelen. Het gaat erom dat wij als maatschappij met elkaar over die instituties praten. Het is niet aan de overheid om dat top-down op te leggen wat mij betreft. Het is ook iets dat wij met z'n allen moeten vinden. Waar wij zelf initiatief toe ontwikkelen. Wie een voortrekkersrol moet hebben, dat is toch echt de overheid. Dit lukt alleen maar top-down. Dit gaat niet bottom-up. Dan krijg je allemaal juist van die schijnconstructies zoals we nu doen. Nee, de overheid moet kiezen voor een modern sociaal stelsel wat past bij de economie van de 21ste eeuw. Dus heel ouderwets van boven naar beneden opleggen. De intermediair kan helpen als een soort verkeersregelaar om al die transities die mensen maken in goede banen te leiden. Het accent zal minder liggen op het zoeken naar vacatures en die verbinden aan de mensen die beschikbaar zijn, omdat dat veel meer door de informatietechnologie zelf gebeurt. Maar met name moet je helpen met veilig oversteken en zorgen dat mensen in staat zijn om een volgende stap te maken. En daar moet je vooral je waarde toevoegen.